Met NPS-parlementariër Patricia Etnel spraken wij over een drietal onderwerpen. En zo spraken wij ten eerste over het team welke nu rond is bij de Centrale Bank van Suriname. En dat dan in de persoon van governor Robert van Tricht en ook nog de prescom Vijay Kirpalani. Is daarmee de rust teruggekeerd voor wat betreft bij de Centrale Bank van Suriname en wat betreft vooral onze financiële monetaire situatie in het land. Verder spraken wij over het feit dat de Amerikaanse ambassade onlangs aan Suriname heeft gevraagd om haar standpunt ten aanzien van Venezuela te herzien. En niet om Maduro, maar om de waarnemend president van Venezuela in deze te ondersteunen. Verder, de president die heeft wat aankopen gedaan voor lokale artiesten. En dat zou zijn Dan Zenaida. Hoe ziet de parlementariër dit allemaal aan? U hoort parlementariër Patricia Etnel. De beelden zijn vastgelegd door Karen Saktou. Ik ben helemaal niet gerustgesteld. En laat me er dit van zeggen. Dat ik niet gerustgesteld ben. Omdat ik nog steeds, of ik denk totaal parlement wacht nog steeds op de brievenwisseling. De briefwisseling tussen de minister van Financiën en de toenmalige governor. Meneer Gersi, omdat dat nog steeds voor ons onduidelijk is wat er allemaal precies is gebeurd. Verder weten we ook dat als wij moeten geloven wat er precies is gebeurd en dat is de waarheid, is meneer Gersi bedankt omdat deze regering ertoe wil overgaan om monetair te gaan financieren. Dus ik ben van mening, alles dat daarna komt, geeft goedkeuring aan het monetair financieren. En dat is voor mij wel een probleem. Want als je mij komt zeggen dat je het gaat overnemen en dat je de beste voornemens hebt, en je weet dat de vorige governor bedankt is omdat hij heeft aangegeven niet eens te zijn met het geven van voorschotten naar de regering toe. En dat hij eigenlijk vindt dat de regering anders moet omgaan met onze staatsgelden en onze staatsmiddelen. Dan zeg ik, wanneer jij komt, dan bied je voor mij ook geen positiviteit. Toch, je biedt voor mij ook geen zicht op beter. Dus ik ben helemaal niet gerustgesteld hoor. Als je mij vraagt, maak ik me nu nog meer zorgen met wat er gebeuren zal met het land. Omdat we ook recentelijk een schrijven hebben gezien of dat nou helemaal waar is of niet. Maar het is in de media en alles wat vastgelegd staat, berust ergens op waarheid. Dat meneer Vijay Kirpalani ergens in 2014, als het goed is, heeft vrijstelling gehad voor import. Dus dat is ook voor mij zoiets van, oké, dus wat gaat er nu gebeuren? Toch, dus ik ben helemaal niet gerustgesteld. En ik heb nog meer zorgen, nog meer vragen over de toekomst van ons geliefde land Suriname. De bankiersvereniging, die geven wel aan blij te zijn met het duo. En dat ze daarmee toch wel enige rust zien binnen onze monetaire wereld, binnen onze financiële wereld. Ja, dat is de bankiersvereniging. Zij geven aan hoe zij het zien. Maar ik ben parlementariër. Ik zie het beleid van de regering. Ik zie wat er gebeuren zal. En ook in het verleden heeft de bankiersvereniging ook aangegeven vertrouwen te hebben in zaken. Wat ik me ook kan voorstellen. Want kijk, als zij chaos verkondigen, dan zal er ook chaos zijn. Dus op een of andere manier willen zij ook rust hebben in het veld. Maar ik ben parlementariër, ik ben volksvertegenwoordiger. Ik zie wat er gebeurt met het beleid. Ik zie ook aan wat er gebeurt met het volk. Ik zie ook aan wat er gebeurt met, met de toekomst. En we weten ook dat de VES, de Vereniging van Economisten van Suriname, heeft een schrijven gestuurd naar het parlement met betrekking tot de begroting. Ja, we weten ook dat de begroting een hele grote gap heeft als het gaat om de schulden die deze regering wil gaan maken om alleen de begroting te kunnen financieren. Dus ik ben van mening dat we niet moeten gaan kijken naar de Centrale Bank van Suriname. Maar we moeten nog meer gaan kijken naar de wijze waarop de regering haar staatsmiddelen, haar financiën goed uitbesteedt of besteedt. Wat ze doet met haar geld, dat is nog belangrijker. Dus
ik zeg bij mezelf van, hé, hey, een probleem aan een centrale bank, een probleem. Na afasfa de man etira konre na drape a problem dom dus na dat umustekel nono de wan na dat drape na amoro bigi sorg amoro bigi hoofdpijn ge a toekomst van konre. Een ander onderwerp, mevrouw Etnel, is dat Amerika Suriname onlangs toch wel heeft gevraagd om of alle landen die banden onderhouden met Venezuela dat ze daarmee stoppen, omdat daarmee ze dan alleen Maduro blijven ondersteunen. En we zien dat Amerika nu zich heeft gehouden aan wat ze hebben gezegd, maar ze zijn nu daadwerkelijk begonnen met sancties treffen. Nu horen we de minister van Buitenlandse Zaken zeggen, Surinames standpunt blijft hetzelfde. Ze bemoeien niet in interne aangelegenheden. Is dat wijs om toch wel daarbij te blijven? Of zegt u ook dat, wie is nou Amerika om steeds toch de baas in de wereld te spelen? Dus wanneer de minister van Buitenlandse Zaken aangeeft dat we als land niet bemoeien in interne aangelegenheden, is dat wijs? Omdat de man wordt ook op je aan of you in een speedgrinding. Maar, er is ook een maar bij. Dat betekent ook niet dat jij jouw internationale visie in het voordeel moet zetten naar het land toe. Want dat is nog belangrijker. Hoeveel voor standpunten neem je wanneer je praat over Venezuela? Dus dat is nog belangrijker op dit moment. En ik denk dat daarmee eigenlijk Amerika, de landen die in Zuid-Amerika zijn, duidelijk wil maken. Wanneer jij jouw internationaal standpunt neemt met betrekking tot Venezuela, denk na, weet wat je doet. En laat me ook aangeven dat wanneer we kijken naar de positie van Amerika, dan weten we een van de belangrijkste stappen waarom Amerika dit doet, is de Monroe-leer. De Monroe-leer is een leer dat in de vorige eeuw is ontstaan. De achtertuin van de Amerikanen, of de achtertuin van Amerika, Amerika voor de Amerikanen. Dat is een heel belangrijke leer voor de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer er problemen zijn in hun achtertuin, dan gaan zij jou laten zien, Sumanading. Suriname heeft het ook gezien in de jaren 80. Toch, we hebben gezien wat er in 80, 87 gebeurde tijdens de coup. Eigenlijk niet zo erg in 1980, maar na 1982. Toen meneer Boudersen dacht dat hij de allerheerser wilde worden, hebben de Amerikanen hem ook laten zien van, hey baas, sakayus kafu. Ja, onze achtertuin, daar moet er vrede zijn, daar moet er rust zijn. En dat is een van de belangrijkste internationale policy van Amerika. En alle landen binnen Zuid-Amerika weten dat. En ik zeg, als een pivotal state als Brazilië, en dat is heel erg belangrijk voor alle landen binnen Amerika, binnen Zuid-Amerika. Wanneer een pivotal state en een pivotal state naar een continent zijn eigenlijk op een leidende rol in een continent. En Brazilië op een leidende rol in een continent. En voor zij de Brazilië op een leidende rol vanwege een grote voor een continent. Eigenlijk Brazilië is het grootste land binnen Zuid-Amerika. En ook toe het feit dat de moro voor inwoners in Zuid-Amerika, dus Le Condre. Dus als Brazilië bijvoorbeeld die tekwam positie, dan weet jij ook als land in Zuid-Amerika dat jij enigszins zou moeten volgen. Ja? En kijk, elk land kan zeggen wat mi edu samiwani, maar we weten ook dat de gevolgen voor jou zijn. En Suriname weet dat. Ja, Suriname weet dat en Suriname weet ook dat de gevolgen niet mooi zijn. Er zijn genoeg voorbeelden in de wereld, ja, die dachten van, hé, mi osor de Amerikan, ze de Amerikan moest doen. En de Amerikanen laten je ook zien van wanneer het komt dat de big boys samen één worden, dan worden de big boys één. En je hoort ook de samenleving zeggen, met Amerika godwas aan dat naar Rusland. Rusland, we moeten één ding niet vergeten. Rusland is een land met een zekere strategie. Die mannen gaan hun belangen niet aan een kant zetten voor een klein land.
Amerika is een heel belangrijke speler in de wereld. Dus wanneer het moet zijn dat de maatrouwang, dat de maatrouwang, ja. Dus laten we één ding niet vergeten als land. Onze positie in de wereld is vreselijk belangrijk voor de economische diplomatie. De EU was kobal, like Messi. De take less, like Messi. Nogos kobal, like wat amateur. Want dat zijn ook niet je kiesblessure. Je kiesbroken voeten. En dat moet een boodschap zijn voor Suriname in deze kwestie. Ja, unoms kobal, like amateur. Want soms te meluku a leider, zij is don, aman, zij is don, ono de lek president. En was kopbal, lek amateur. En dat je kies mankeri. En je kies boom, bigi mankeri. Dus ik zeg, het is op de pas, plaats op de pas. En kijken van hoe het nu gaat met de wereld en Venezuela. Het gaat niet de goede kant op. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat Suriname les daaruit leert en ervoor zorgt dat zij geen fouten maken. Een ander onderwerp, mevrouw Etnel, is dat we het eigene altijd moeten waarderen. En als ik dat zeg, dan zien we dat de regering, met name de president, voornemens is om een eigen locatie aan te schaffen voor Surinaamse artiesten. De president zegt dat hij dit al heel lang had willen doen, maar toen hadden we het economisch, financieel een beetje moeilijk. Maar de economie trekt nu aan en er worden nu verregaande gesprekken gevoerd om locatie Zenaida te kopen voor artiesten. Hoe kijkt u hier tegenaan? De president moet zich schamen, niet gewoon schamen. De president moet zich rot schamen dat hij met zo'n voorstel komt. Ik vind het erg. Ik vind het triest dat de president in 2019 komt om te zeggen dat hij Zenaida wil af of wil kopen voor artiesten. Laat me duidelijk stellen hier. Vanaf 2015, hier in het parlement, vraag ik aan de regering. Wat doe je met 20.000 SRD voor cultuurontwikkeling in Suriname? Wat doe je daarmee? Niks. Deze president met zijn wanbeleid en zijn ongestructureerd beleid heeft ervoor gezorgd dat de muziekscholen van Suriname kapot zijn gegaan. Kapot. Ja, laten we een kijkje gaan nemen bij onze eigen muziekschool CCS. Laten we een kijkje gaan nemen. Laten we gaan kijken hoe gebrekkig de mensen rond moeten komen. Ja, wachten op subsidie van bijna 3-4 jaren. Niet gehad. Laten we gaan kijken naar de zaal van CCS. Laten we gaan kijken. Dan gaat men zien wat er gebeurt. Ja? En als je me komt zeggen nu dat je iets met muziek wil doen in 2019, daar je eigenlijk cultuurontwikkeling kapot hebt gemaakt, dan moet je je schamen, ja. Dan moet je je schamen als president dat je dat nu komt zeggen. Het is gewoon erg dat jij als president niet eens begrijpt wat cultuurontwikkeling is. Je begrijpt het niet, want als je het had begrepen, had je me niet in 2019 dit grappig verhaal verteld, maar had je vanaf 2015 beleid gemaakt. Je hebt miljoenen geïnvesteerd in een Carifesta. Wat hebben we ervan overgehouden? Weet je hoeveel mensen hier in Suriname topmuzikanten willen worden. Kinderen die dromen om muziek te spelen, om muziek te maken. Maar wanneer je niet erin investeert in een CCS, in een volksmuziekschool. Als je mij vraagt in Thalia moest een benefit concert houden om geld te verzamelen zodat ze kunnen renoveren.
Maar snap je niet als president dat je daarin 1 miljoen SRD had kunnen investeren? Ja, kijk hoeveel zalen we hebben. Laten we naar de districten gaan. Laten we gaan kijken hoe muziekontwikkeling is in Coroni. Laten we gaan kijken hoe muziekontwikkeling is in Kamowijnen, in Marowijnen, in Brokopondo, in Sipaliwini. Laten we gaan kijken hoe muziekontwikkeling is in de districten van Suriname, in totaal Suriname. Laten we gaan kijken hoe het is. Maar je wil me nu in 2019 een grappig verhaal, een ondoordacht besluit komen vertellen dat je iets wil doen voor muzikanten. Hebben muzikanten na 4 jaren met heel veel struggles, kom je ze dat vertellen? Je moet deuren openen voor onze muzikanten in de wereld. Dat is wat je moet doen. Je moet je beleid zodanig maken dat muzikanten kunnen dromen om grote sterren te worden. Dat is wat je moet doen. Je moet mogelijkheden creëren, niet alleen voor de muzikanten, maar ook voor de cabaretiers, ook voor de dansers. Ze moeten leren om groot te worden. Wanneer gaan we onze eigen Beyoncé hebben? Wanneer gaan we onze eigen Kanye West hebben? Wanneer gaan we onze eigen Wyclef Jean hebben? Wanneer leiders begrijpen dat cultuurontwikkeling een deel is van hun beleid. Wanneer leiders begrijpen dat ze groot moeten dromen voor hun Surinamers. Niet wanneer je komt met een poppenkastverhaal dat je een Senaida hebt gekocht. Wat moet ik ermee doen? Wel, ik kan mijn eigen producer worden. Ik heb mijn eigen studio, mijn appje studio van nodig. Maar wat ik wel nodig heb, is die droom voor die kleine kinderen. Die met een bezemstok thuis zingen. Een mooie stem hebben. Maar vlak om de hoek is er een muziekschool. Vlak om de hoek heeft CCS een dependance. Want in CCS wordt er geïnvesteerd. En niet een beetje, maar genoeg. Zodat ze elk district ontwikkeling kunnen brengen qua muziek. Dan ben je een leider. Dan mag ik mijn petje voor je afzetten. Maar wat deze president heeft gedaan, nee, is belachelijk. En laat het duidelijk zijn, het is niet gewoon belachelijk, het is super belachelijk. Dus onze artiesten hebben geen eigen locatie nodig. U zegt, dat kunnen ze zelf doen? Ze hebben het toch al die 4 jaren zelf gedaan. Hebben ze op Bouterse gewacht om muziek te maken? Hebben ze op Bouterse gewacht? Nee toch? Heeft Booster op Bouterse gewacht? Heeft Kater Karma op Bouterse gewacht? Heeft Psycho op Bouterse gewacht? Nou, ze wachten niet op Bouterse. En dat moet duidelijk zijn. Die artiesten moeten op Bouterse duidelijk kan zeggen van hey baas, if you know a leader, opadoro gimino. We want make muziek in Frans-Guyana. We want go aan concert. Ik wil in Guyana gaan. Ik wil ook in Nederland, ik wil ook in Amerika komen. Open de wegen voor me nou. Toch, zorg ervoor dat er geen barrières zijn. Dan weet ik wat ik kan doen. Ja toch? Maar als jij dat niet eens ziet als leider, dan wil je me met een dode mus komen verrassen. Van, hey, kom, ik ga je een Senaida geven. Dan moeten ze blij zijn. Wel, ze hebben muziek gemaakt de afgelopen 4 jaren. Ze hebben het gemaakt en ze hebben het ook op de markt gebracht.